Ja, mooi, hè? Ik heb niks van vrienden. Ik heb hier chocolade. Maar ik heb nog steeds veel. Ik snap het niet. Het schaalt zich uit. Het lijkt me niet zo. Van het juist. Het is van een mooie. Ja, maar weer dat. Jenny, goeiedag. Ja. Heb je onze spraak uitstaan? Heb je nou, kan jij nu... Ja, we zijn vandaag staan. Dan moet ik nog uit. Nee, ja, je zegt het moeilijk om deze kwaad. Maar en deze echt. Ja, hier is gewoon heel veel. Ik ik ga zo'n beëindigen.
Misschien gaat het alleen. Maar ik vind het wel leuk om te zien. Dus ik ga jullie niet vertellen hoe het boek tot stand gekomen is, want dat gaan we weten aan het geest doorgaan doen.
precies van wat we hebben gedaan. Maar dat komt ook nog wel een beetje in deze presentatie naar voren. Ik ga vooral ook iets zeggen over loontjes, over schrijvers en over de maten. Maar geen echt heel uitleg, want het is ook toch weer zo niet echt heel erg belangrijk. We zullen zo beginnen met iets vijf. Grote vertrouwen weer, dat is een hele bekende, er is niks mis mee. En we hebben als die team geprobeerd zoveel mogelijk verschillende liederen te gebruiken. Liederen uit het liedboek, liederen uit dit boek uit het Engels vertaald, liederen uit de opwekking, liederen uit een andere bron, maar zoveel mogelijk kijken van wat is er mogelijk om in een nieuw liedboek. De kerken van de VKN zijn ook hele mooie liederen die we hebben kunnen gebruiken. Op die manier kwamen we ook achter dat er mensen waren die ook al liederen vertaald hadden. Die hebben we dus toen ook benaderd. Morgen daar ook meer over. En dan kijken we ook of er meerdere vertalingen van een lied zijn. Nou, het was van lied 5 dat we zullen gaan zingen. Was dat ook lied 1? En couplet 1 en couplet 3, dat was heel bekend. Maar couplet 2 konden wij niet. En ze dachten, hé, dat is ook wel leuk. Dat kwam van het leven des Heils. En daar hebben wij het graag te gebruik van gemaakt. De meeste liederen zal de Ruud 1 keer voorspelen, maar deze is zo bekend. We zijn allemaal met bekende mensen, dus doen we alleen een paar regels op het voor. Dan moet je het zelf even bekijken. En we proberen het goed te doen. Maar dit is zin in en iedereen doet maar hoe hij denkt, zij denkt dat het goed is. Thank you.
vaak jullie zeggen, of zijn zo'n klein groepje. Op bladzijde 11 kijken, dan zie je deze bladzijde. Moet ik hier nemen? Nou, als zanger hebben jullie daar helemaal niet zoveel mee te maken, maar ik wil toch een beetje uitleggen wat er staat. Wat belangrijke weetjes. Want voor het niet waren de schrijvers en de ontwikkelaars wel bekend. Die stonden dan op onderaan de bladzijde. En dat was producties om Nederlandse vertaling en muziek. Dus het is altijd van staat onderaan de bladzijde. En dat zien jullie dan ook terug op bladzijde 11. Tekst 13 en 14. 15, toen zei hij ook, sta je daar blijkbaar alles over? Nee, dat komt zo. Want dit was toevallig iets waar ik dan even op wilde komen. Want bij de volgende, als het een externe of een interne taal was, snap ik dus wel bij het onderschrift. Maar het volgende lied staat het er niet onder. En dat is lied 77. 77 is het lied Weet wie je bent. En dat is een lied van ons zangkoor, dat helaas opgegeven is. Maar dan zien jullie ook dat we een verscheidenheid van liederen hebben, dat we dan ook van het zangkoor iets uit de mat hebben genomen. De componist is wel bekend, maar wie het geschreven heeft, we weten het niet. Dus we vinden dat ook niet in het onderschrift. Lied 7. Ik zie nog niks over het weer niet. Maar als we dan het
Bij te horen is het bij zingen een nieuw lied, spreken en klinken van liefde. Zingen een nieuw lied. Dit lied is geschreven door twee andere Amerikaanse kerkmensen en vertaald door Sietse de Vries. Sietse de Vries is een van de professionele vertalers die wij in de arm genomen hebben. En die heeft dus net zoals ik ook zei al heel veel vertaald voor het lied van de kerken van de preken en de protestantse kerken. En morgen zal hij ook tijdens onze boekpresentatie aanwezig zijn. En misschien kunnen jullie hem persoonlijk ontmoeten, misschien willen jullie handtekening, misschien willen jullie praten met hem, misschien willen jullie ook gewoon kijken en luisteren. En dat mag natuurlijk ook. Hij zal niet gaan zingen, maar hij zal wel een leuk praatje houden. En ik weet niet of jullie het boek al een beetje thuis willen praten, want ik denk dat ze al zien dat het boek thuis ook al heeft. Misschien hebben jullie al een beetje gekeken. Maar dan zie je aan het begin van de notenbalk, zie je allemaal cijfertjes staan. Wie zullen de cijfertjes? De andere cijfertjes. Maar ik vond deze wel heel grappig. En daarnaast staat er allemaal stukjes van de muziek. En dan doen we dus maten. Deze maten zijn allemaal mee. Zo zingen we niet heel veel. Dus in die maten, dat zijn die aantallen in. Zulke stukjes zingen we altijd. Doen jullie als mensen. Gewoon als mensen. Helemaal denken van. Maar voor organisten en structuur kennen, die weten precies hoeveel tellen. Dus dat is het begin van de maat. In zo'n maat moeten. Dat is heel belangrijk. Dus ja, weer genoeg gepraat. En dan gaan we zingen. Vrolijk niet. Niet als we terug kijken. Let even op de laatste regel voor die pijn. Die is heel lastig. Nu speelt ze in één keer voor. Of één keer voor. En het eerste lied is nu 135. Sorry. 135. Nou, nu speelt ze één keer voor. En de tweede keer. Top.
Ja, hij is hoog. Ja. Ik heb per ongeluk allemaal hoge liederen uitgezocht. Ik heb alleen maar mezelf ermee. Want ik ben geen centraal, maar ik moet het ermee doen. Dus morgen zien jullie mij rondlopen met. Maar goed, we doen het ermee. We hebben het al een aantal keer over onze vertalers gehad. En elke vertaler heeft zijn of haar eigen stijl. De overigens ook professionele vertaler, maar dan hoofdzakelijk van opera's, Alice Zwolsen, heeft in 1947 aarde en sterren vertaald. En alhoewel dit door een oude Lutherse predikant gepreekt is en gecomponeerd, dat dat ook een oude man is, die componist, is het een mooi, vrolijk lied. En ik heb daar vandaag een mooi paasgepijnte doen. Van de aarde en sterren. Is de 47. Is, natuurlijk ook in veel andere gevallen, is in 123. Mensen als afval. 137. Oh, sla ik een stukje over. Afstandsschiede gebied, hoe kan ik dat overslaan? Ach! Een stukje daar boven op mijn tekst. Ik heb net al een stukje van de sluier opgericht over de aandacht. Morgen. Natuurlijk wil ik niet allemaal. Maar daar kom
geprobeerd te worden, maar ik neem aan dat in deze samenstelling dat we hier zitten, dat we hier morgen geprobeerd zitten. En morgen hebben we een verrassingsmenu aan het eind van de diensten. Jullie krijgen een zestal, in ieder geval zestal liederen mee. En daar zit ook een deel van de liederen die we vanavond zingen, zitten daarin, zodat je sowieso thuis kunnen ze krijgen van, oh, dat hebben we ook gezongen. Misschien kan ik dat thuis ook nog zeggen, maar laat in ieder geval de tekst van dit lied goed tot jullie doordringen. Laat het denken op aarde, zeker in deze tijd, is dus het niet wel van toepassing. Vrede in heel de aarde is gewoon te moeilijk op dit moment. Maar vrede begint bij ons, bij jou en bij u. 137. Misschien iets, want de meeste van jullie die hebben een kaas gegeven van noten, maar lees de tekst nog een keer. Het is zo indringend. Dus geschreven voor een zeer eigen leraar van de vrouwen is voor iets jonger dan dat eigenlijk vorig jaar in het harnas voor gestorven is. Het is nou 2 jaar geleden, 2020 is gestorven. Haar naam is Shirley Elaine Murray. Maar deze eigenzinnige dame die had de grootte als de liederen voor haar van haar gebruikt worden in een andere bundel. Als zij daar toestemming voor schreef, nou, dat staat vrij, want je hebt geschreven, mensen willen toestemming. Maar ook als het vertaald werd in een andere taal, wilde zij dat zien. En daar spreek je Nederlands van? Nee. Hoe ze het weten, weet ik, maar ze mogen niet alleen haar tekst gebruiken, als zij het goed gekeurd had. Dus we waren nog net op tijd voordat ze vieren en we hebben dit niet goed gekeurd gekregen. En laat ik vooral de woorden tot jullie voortbrengen als jullie zingen. En in het koor staat op de tweede bladzijde, als ik het zeer goed herinner, staat het woord bondes boven. Tekst in de afgelopen dienst horen zeggen. Ja, het is een woord. Ja, het is een woord. We hebben er heel erg over gedebatteerd, gediscussieerd. Met Sietse hebben we daar nog over gehad en vrij vertaald. Ja, onderst, boven is een woord. Thank you.
En als we dan weer teruggaan naar
begin verteld heb, van de bladzijde 11. Daar staat van 19xxxx. Dat betekent niet 10, 10, 10, 10. Nee, dat betekent nader in te vullen. En als jullie kijken op 244, wat we net gezongen hebben, helemaal onderaan. Daar staat Verenigde Staten, Oostenrijk. En daar staat onder 8787. Ja? Nee. Ja, slim man. Dat heet een parameter. Hoe leuk van te geven. Maar ik wil het gewoon even vertellen. Parameters. En nu zullen jullie gewoon nooit meer wat mee doen. Maar het betekent dat liederen met dezelfde parameters, dezelfde woorden, ook met andere woorden, dezelfde melodie gezongen kunnen doen. En dat kan dan soms, dit lied heeft dan staat bovenin vier van die beetjes. Dat betekent vier mollen. En dat kan dan net zo goed in een ander lied een andere toonzetting zijn. En eigenlijk heeft het dat bij mensen de volgende keer ook. Is dat zo? Oh, gelukkig. Ga ik niet terug. Lied 226, hand van zeven. Helemaal onderaan zien jullie 8, 7, 8. Dit is precies dezelfde melodie als hoort het heilands vriendelijk noden. Even om jullie te laten proeven dat ook andere woorden precies op die melodie zitten. Alleen het eerste vers. Ja. In het Nederlands te vertalen en dan ook nog alles onder de nootjes te krijgen. Dus hier heb je heer voor de gaven van rentmeesterschap. Terwijl we in het vorige lied heer voor de gaven bijvoorbeeld zouden hebben. Dus daar moeten jullie ook, kunnen jullie ook op letten, dat soms moet je even doorzien. Het volgende lied is 155. Kom, draag elkaars masken. En dat is van Beatles. Het beeld. Het beeld. Wakker Howard, de melodie, hè? De melodie is het. Wakker Howard, voor een aantal van onze hele kende vrouwen, heeft een tekst opgeschreven. En ook die moest natuurlijk weer vertaald worden. En hiervoor was onze eerste kennis. Ik ben één van onze kennis. En wij zijn gesproken om met mensen samen te werken. Dus hoe gaan we dat doen? Dat is de gedachte. Maar die vertalingspraak daar ook geen probleem van. Omdat wij dan namelijk de vertaling kregen. Dus de avond ben ik niet vaak. Ik had een vertaling teruggekregen voor de eerste keer. Nee. Is dat iets wat we bedoelen? Nee. Natuurlijk moet ik daar nog mee doen. Ja, dat is ook wel vervelend voor die man. Ja. We betalen toch voor. Ja, zo doen we mensen dus de communicatie met die man mensen.
aangezwengeld en die zeggen van, jongens, we krijgen van dat 4% weer terug. Oké. En dan over jou nog gewoon, want wat bedoelen jullie, wat denk ik dat het bedoeld wordt? Waarom willen jullie moeten rijmen, moeten niet rijmen? Moeten we de lettergreep precies passen? Zo ging het eigenlijk, dus dat was onze eerste kennismaking met de Engelstalen. En ja, met de Engelstalen lopen we iets makkelijker dan met de andere, maar eigenlijk zijn we heel goed uitgekomen. Dus niet 155. Doorlezen, begrijpen jullie ook waarom. Ook dit lied is weer vertaald door een professionele vertaler, Gert Landman. En zoals u ziet, begint het lied met het refrein. Staat er ook wel op het refrein. En we gaan allemaal op het refrein. Daar begint het mee. Daaronder komen de liederen 1. Na 1 gaan we terug naar het refrein. Dat is altijd, hè? Na een plet gaan we als terug naar het refrein. Maar er zijn nog plets om zo te gaan. Terug naar het refrein. Die 2, terug naar het refrein. Die 3, terug naar het refrein. En stop. Ja? Ja? Nee, niet meer. De 3 verder. En alles fijn. Ja. En dan speel je het denk ik met één doos verder.
Thank you.
mensen die willen spreken van alle, was het niet alleen dat iets, maar dat het ook maken met bijvoorbeeld Thaï 7. Ik ken gewoon Thaï 7 op tv en zo. Thaï 7 gemeenschap was ook niet zo makkelijk. Het mocht alleen uit hun hoek genomen worden, van de toestemming. Daarnaast, als hun het niet bijvoorbeeld in het Nederlands hadden ingezet, dan mochten wij ook niet onze eigen Nederlands vertaling in ons boek zetten. Ook niet dat het zichtbaar was, maar mocht gewoon. Dat is best wel jammer, want de Nederlandse werkbeeld best wel gebruikt, maar het mocht niet. Het mocht niet tussen de notenband, maar wel nog van helemaal onderaan. Dus als we iets. Daar staat onderaan. Eet het brood, drink de wijn, kom naar mij en heb nooit meer honger. Eet het brood, drink de wijn, geen dorst meer als je mij vertrouwt. Die tekst die stond letterlijk ook in hun boek erbij. Maar eronder, dus niet tussen de notenbalken, tussen die twee balken, vaten met al die nootjes. Dus Thaï 7 gemeenschap zegt, staat niet tussen de notenbalken, worden jullie niet gebruikt. Maar wat ik wil voorstellen, wel gebruiken tussen zetten. Zeker in het Engels, zeker in het Nederlands. De Engelse tekst is eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. Ja, Richard zou het vast anders lezen, maar mijn accent is wel even anders. 2:16. Bij het avondmaal aangekomen met de liederen en de stap naar het lijden en het
opstanding is dan niet zo groot. Libra, we kunnen gezongen worden en gezongen. Ja, en zelf worden. Maar er is een verschil. Of je zingt of je zingt laat je wel graag een verschil horen. Want het volgende lied moet met gevoel genomen worden. Dus dat zou niet mooi zijn als je dat zingt als dan. Dus speel ik voor 187. Deze tekst nodig uit van was jij te waar? Niet laten horen. Was jij te waar? Toen ik hier gekruisigd ben. Was jij dus dat wou ik eigenlijk om even zeggen. Mannen, men, pay attention, Lisa. Ja. Ik wil graag dat jullie bij vanaf het tweede vers, als wij de lange noot zingen als vrouwen doen, dus overal met die bolletjes, bij was jij daar en was jij daar. En aan het eind, was jij daar, moeilijke tekst, ik weet het, was jij daar? Kan ik? Ja. Misschien was je daar niet verder. En misschien dit hier dat zij even helemaal weer op de laatste stem. Dames zingen gewoon voor. Man, zing het dan. Niet mee. Was jij daar? En dan zou het ook klaar zijn. Allebei weer. Tweede vers. Was jij oh.
Om mee door te gaan. Even kijken. Ik ken het ook. Ja. Ik heb niet meer. Ik heb niet meer. Ik heb niet meer. Ik heb niet meer. Maak het uit. Maak het niet uit.
hele lastige naastbeweging. Maar het is een mooi iets. We hebben dit niet in onze team unaniem gekozen om in de bundel te doen. Het viel nog niet mee om dat te laten vertalen, maar gelukkig is dat ook gelukkig alweer door onze zijn we heel blij mee geweest. Ook hier hebben we weer mannen. Het refrein. Toen het eerste vers gewoon was, maak je nog geen zorgen. Even nog een keer. Het refrein. Onderaan de eerste bladzijde. Zing dan voor God. Dan staat het onder nog niet van vreugde. Maar dames zingen. Zing dan voor God. En zingen de mannen. Een loflied van vreugde. Dan werd voor God. Ons leven is nieuw. Zing dan voor God. Een loflied van vreugde. En hij heeft voor God. Ons voor de weg. Stop, ging jij dat zo? Maar dan hebben jullie het idee van hoe gaan we dit doen? Eerst de weg met z'n allen, tegen de weg proberen we. Ja, ik weet zo, ik zou eindelijk zo kunnen worden. Thank you.
Maar dat is alleen omdat we dit voor, zou, als we het goed zouden kennen, en dit moet natuurlijk nog heel vaak geoefend worden, dan zingen we dit best wel iets sneller. Maar dan is het wel op de tweede bladzijde. Wij zingen dan van God een loflied van vreugde. Niet een loflied van vreugde. Er staat duidelijk een haaltje. Ja. Het is niet zo heel erg, maar als we het verkeren, dan zit het hier. In plaats van een loflied van vreugde. Ja? Oh, was het vals? Ze vertrok de gezicht. Ik had het voor zingen in Gods groene geest. Ja, absoluut. En ik zag het net ook eens mond houden met zijn gerechtigheid. Ja. Nee, dan. Maar ik dacht, we gaan het niet lukken. Maar het is wel fijn. Even heb ik een rust. Even op aangekomen. Dit spreekt van geestelijk op ademen, maar ik denk dat we ook even geloof aangekomen. Adem uw geest in mij, vul mij met nieuwe kracht. We zijn 5 minuten later begonnen, dus ik denk dat we het precies hebben. Is Santo Santo. Het is van origine in Spaans geschreven. En we zullen het dan op Spaans zingen. En als team hebben we eigenlijk heel erg geworsteld van. Er staan 7 talen. Gaan we daar niet nog een Nederlandse taal op zetten? Willen we dat wel? Ja, nee, ja, nee. Besloten dat het niet was, kom, dan haal ik daar weer terug. Jongens, besloten dat het niet was, dan gaan we toch weer op terug.
Uiteindelijk hebben we besloten om het toch niet te doen. Maar, zelf ook niet gezegd. We gaan twee keer zingen in het Spaans. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te salve decir. Santo, tu eres señor. Vaak niet zo vredevol als dat hier op de plaat staat. Vaak onderling strubbelingen in de wereld, maar we proberen het wel en het gaat voor ons, met ons. En zo vinden we de weg tot de gemeenschap van hem. Iets 230. Thank you.
God, waartoe zal uw geest mij leiden vandaag? Help mij om mijn leven rustig te zijn en klaar om te leren. Geef mij moed om iets nieuws te riskeren en een zegen van uw liefde en vrede te worden. Amen. Lied 253.
Gezien de tijd slaan we. We gaan naar 160, zijn bijna aan het eind gekomen. Maar deze wil ik sowieso nog, en daar hebben we nog één. Dus 21, jongens. Voor de meeste is het heel bekend. We zingen het ook. Maar wat is er gebeurd? We hebben het hertaald. Nieuwe woorden. Vooral voor het koor. Wat is daar gebeurd? Wij zingen daar. Wij zingen en juichen. Nee, dat zingen we niet meer. We zingen niet. Wij jubelen luid. En daar mag best tegen een accent op. Want in het Engels is het. We'll sing and we'll shout. Dus wat? Ja. Ja, oké. Het is net georiënteerd. Dus denk om de woorden. Het is niet fout als jullie de oude tekst kennen. Dat zit hier. Ik wil gisteren waren wij het oefenen. Ik zeg tegen u. Ik ga uitleggen hoe we dit nu gaan zingen. Ik ga het voorzingen. Ik ga het nog een keer voorzingen. Wij zingen. Ja, zo niet. Hij speelt het. Ik speelde heel snel dat ik zei dan, dit kan niet, want daar kon ik bij. Zitten we iets langzamer. We zingen. En wat zing ik? Ja, sorry. Ik ga proberen aan de tekst te houden. Maar soms kijk ik niet eens naar de tekst, dus we gaan het proberen. Thank you.
Dat is echt de laatste.
Mm-hmm.